Het is weer zaterdag, dus de hoogste tijd om de week door te nemen met een overzicht van dag tot dag. Het aantal reddingsacties langs de Zeeuwse kust zou een stuk omlaag kunnen als mensen, en dan vooral toeristen, zich beter voorbereiden voordat ze het water opgaan. Want hoe verkoelend en mooi de zee er soms ook uitziet, de omstandigheden zijn iedere dag anders. De zee heeft natuurlijk vele gezichten. Het kan behoorlijk snel omslaan, waardoor mensen ook in de problemen kunnen komen. Wij als KNRM zorgen ervoor dat we gewoon bereid en voorbereid zijn op alle acties, alle mogelijke situaties onder alle weersomstandigheden. En wij hopen natuurlijk de mensen daar zoveel mogelijk in te helpen als ze in problemen komen. In 2019 voeren de Zeeuwse redders van de Koninklijke Reddingmaatschappij in totaal 315 keer uit. De meeste reddingsacties vonden plaats bij Nieltje Jans. De reden? Mensen gaan te vaak onvoorbereid het water in. Nou ja, heel veel toeristen komen hier voor de plezier naartoe. Die gaan op het strand liggen en, of die gaan met een motorboot varen. Misschien onderschatten ze ook wel in een bepaalde mate de zee. Zijn ze er niet aan gewend. En komen ze daardoor ook wel eens in problemen. In het zomerseizoen hebben de redders van de KNRM het meest druk. Ze moeten het meeste hulp schieten bij surfers en bij de pleziervaart. We hebben hier zo natuurlijk in het zuiden van de Noordzee hebben we superveel getijverschil. Dat getijverschil zorgt dus voor extra waterverplaatsing, extra stroming. In combinatie met bijvoorbeeld een zuidwestenwind. Opkomend water gaat en de wind en de stroming richt gaat dezelfde kant op. Ja, dat zorgt gewoon voor 3, 4, 5 keer zoveel stroming dan normaal. Wij weten dat, maar kom je ergens uit het binnenland en denk je van ook, ga eventjes de zee op, want ze voorspellen dat het goede wind wordt. Ja, dan is dat best wel lastig, want die 5 keer extra stroming, die calculeren veel mensen bijvoorbeeld niet in. Elke dag is anders. De zee is nooit hetzelfde. En dat zorgt heel vaak voor best wel spannende situaties. Daarom wordt er tijdens de surflessen altijd aandacht besteed aan de gevaren van de zee. Het water, dat breekt eigenlijk. Het is een golf die breekt. Water gaat naar de kust, maar het water moet ook ergens naar buiten. En dat is aan de zijkant, dus bijvoorbeeld bij een paalhoofd, gaat de stroming sterk naar buiten. Dat is eigenlijk een mui. Als je met bepaalde wind aan de verkeerde kant van de paalhoofden ligt, ja, dan stroom je daar dus tegenaan. Veel lokalen die zijn daar bekend mee, maar mensen die van net wat verder weg komen, die denken vaak, oeh, daar zijn de beste golven, maar ja, dat is best wel lastig, dat is best wel gevaarlijk. We proberen ze eigenlijk van tevoren al te waarschuwen van, hey, weet je, ga daar niet erin, want daar is gewoon gevaarlijk. Ja, maar de golven zijn goed. Ja, dat weet ik, maar het is niet voor niks dat iedereen daar ligt en niemand hier. Een gewaarschuwd mens telt voor 2, weet de KNRM. Zorg dat je verstand van zaken hebt, bereid je goed voor, kijk eens op je weer-app, kijk eens wat het getij gaat doen. En als je eenmaal op het strand bent of op het water, kijk naar de lucht, kijk wat de wind doet, merk je verandering. En als je het niet vertrouwt, moet je gewoon thuis blijven of in de haven met je schip of met je zeiljacht. En zorg ervoor dat je ook een beetje op elkaar let. Met ruim 300 uitrukken vorig jaar was het een recordjaar voor de KNRM. De reddingsmaatschappij verwacht dat het dit jaar echter nog drukker wordt, omdat meer mensen nu in eigen land vakantie vieren en er dus ook vaker alleen een dagje op uitgaan, bijvoorbeeld naar de Zeeuwse kust. En met het plaatsen van de laatste schuif is de renovatie van de Badse spuissluis afgerond. De renovatie was nodig omdat de schuiven er al sinds de jaren 80 in zaten. De spuissluis heeft 6 stroomgaten, dus ook 6 schuiven. En elke schuif is op zich is vervangen. En dat hebben we gewoon voltijdelijk gedaan. Dus de eerste schuif is in juli 2019 eruit gehaald. De schuif eruit, de cilinder eruit, de cilinder gecontroleerd. Een nieuwe schuif gebouwd en de cilinder gereviseerd. En dan is de eerste schuif weer teruggehangen. En zo hebben we dat volgordelijk steeds gedaan. De renovatie maakt onderdeel uit van een groter project waarbij Rijkswaterstaat tussen de 2 en 3 miljard euro investeert in de renovatie van Zeeuwse waterbouwkundige werken. In de spuissluis is het eerste project dat nu is afgerond. Het coronavirus heeft ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen blijvend veranderd. Maar het ziekenhuis is sterker uit de coronacrisis gekomen, zegt de directie. Bij Zorgzaam in Zeeuws-Vlaanderen was het vandaag een dag van bezinning. Om stil te staan bij de achtbaan waar het zorgpersoneel de afgelopen maanden heeft ingezeten, werd op alle locaties, waaronder hier bij het ziekenhuis in Terneuzen, een vlag gehezen vol foto's van het personeel in coronatijd.
De COVID heeft enorme impact gehad op de mensen. De plotselinge opkomst van het COVID. Mensen zijn geschrokken. Hebben vervolgens zich ook heel snel weer herpakt. En hebben hun adaptiviteit en hun flexibiliteit laten zien. En ik geloof dat ook sterke negatieve prikkels mensen sterker kunnen maken. En ik denk dat onze mensen hier sterker uit zijn gekomen. Dat ze weten wat ze waard zijn. Dat ze echte professionals zijn. En dat ze dit soort dingen in de toekomst ook goed kunnen opvangen. Monique Dietz-Broodman is oud-verpleegkundige. Ze reageerde op de oproep aan oud-personeel om te komen helpen. En ik had gelijk zoiets van, ja, dat wil ik. Dus. Heeft u daar achteraf spijt van? Nee, absoluut niet. Nee. Het is een hele mooie ervaring geweest. Hoe was dat voor u? Best wel moeilijk. Ja, het grijp je gewoon aan. Het is gewoon emotioneel best wel zwaar. Had ik sommige momenten. En sommige momenten had ik ook, nou kom op, het is je werk. Doe maar gewoon voort en kijk er niet te veel naar. Was het een heftige periode voor u? Ja, op zich wel, omdat je eigenlijk helemaal niet weet wat je te wachten staat. Ja, je patiënten, je ziet zoveel verschillende emoties. En het is zo'n bizarre tijd, omdat ze echt eenzaam zijn. En dan met een rouw, wat wij daar meegemaakt hebben, ja, dat is verschrikkelijk. Het ziekenhuis zegt klaar te zijn voor een mogelijke tweede golf. Maar dan zal de zorg niet enkel naar coronapatiënten meer gaan. Het is de bedoeling dat de reguliere zorg dan overeind blijft. Bezoekers zijn weer welkom in torentijd. Hiermee komt voor de gedetineerden een einde aan een saaie periode. Door de coronacrisis zaten ze meer in hun cel en kregen ze geen bezoek. De coronamaatregelen zijn buiten de gevangenismuren versoepeld en dat betekent dat in de gevangenis de regels ook iets minder streng zijn. Sinds vorige week mochten we onder voorwaarden weer het bezoek gaan opstarten. Nou, de voorwaarde is dat er geen kans op overdraging van het virus kan zijn. Dus er is plexiglas aangebracht. En de bezoeker komt binnen, gaat hier zitten. En de gedetineerde komt vanaf de binnenkant zitten. En zo hebben ze met elkaar bezoek. Echt bezoek is leuk, maar sommige gedetineerden houden zich toch aan contact op de coronamanier. Gedurende de coronatijd hebben we geprobeerd met iPads Skype-bezoek te realiseren. Ja, dat is eigenlijk wel een groot succes. Dus dat continueren we ook. Dus we hebben afgesproken 10 bezoekers per bezoekuur, waarvan 5 maximaal live bezoek. Om de bezoeker veilig naar binnen te leiden is een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen. Men gaat gewoon op de stip staan tot je het sein krijgt om naar binnen te gaan. Nou, en dan ga je naar binnen. Ik ben binnen. Ik was eerst even mijn handen met de gel. En ik ga naar de voorportier. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik uw legitimatie? Ja, de folder met hoe de regels hier zijn. Ik leg de spullen op de band. Mevrouw, u mag even de temperatuur opmeten alstublieft. De coronamaatregelen zorgden voor de gedetineerden voor beperkingen. Voor de gevangenis zelf pakten ze positief uit. Het drugsgebruik is sterk afgenomen. Dat zie je. Hè. We checken onze gedetineerden op grond van urinecontroles. Daarna zie je wel heel veel nieuwe bewegingen. Hè. Er werd veel over de muur gegooid. Spullen, hè, goederen die naar het bad of naar binnen werden gebracht. Er werden ook weer nieuwe foefjes in ontdekt die wij dan ook weer moesten oplossen. Dus er is wel gezocht naar nieuwe wegen om drugs binnen te brengen. Maar ja, het is wel heel veel beperkter geworden dan hiervoor. Ja, heerlijk. Het bleef geheim om te voorkomen dat heel veel mensen zouden komen kijken. Het bezoek van koningin Maxima aan Zeeland. Op een druilerige dag, maar in een stralend geel pak, luisterden ze naar Zeeuwse recreatieondernemers die met problemen kampen door de coronacrisis. Het krimparcours in Westerschouwen stond als eerste op het programma. Daar kreeg koningin Maxima van de eigenaar een rondleiding over het terrein. Ook sprak ze er met Zeeuwse ondernemers uit de toeristische sector. Bij dat gesprek zat ook camping-eigenaar Gabriel Kopolsen. Hij kreeg daar pas te horen dat koningin Maxima even later ook een bezoek zou brengen aan zijn camping in Oostkapelle. Ja, dit maak je niet elke dag mee natuurlijk, dus zo'n kans krijg je nooit. Het was heel verrassend. En ook voor de campinggasten was de verrassing groot. We lagen lekker te relaxen, maar toen hoorden we allemaal dat er een kenteken was met AA. We wisten helemaal niet wat het was, hè? Nog nooit iemand van het Koninklijk Huis gezien in levende lijven, dus leuke verrassing. We wouden gaan wandelen, maar dit is veel leuker.
Koningin Maxima liet zich op camping Ons Buiten informeren door Zeeuwse bestuurders. Zo wilden ze weten wat ze van deze tijd geleerd hebben. Daarna liep ze nog een klein rondje over de camping. Heel mooi om te zien hoe RTC dan bij elkaar is gaan werken om echt sterk uit te komen van de crisis en van deze coronacrisis. En het was interessant om te zien. Ja, ze heeft zoveel indrukken opgedaan. Dus ze was heel erg geïnteresseerd in de beplanting die we hier toepassen. De eetbare beplanting. Dus ze had wat kamillen gevonden nog voor in de thee. Dank. En woensdag zou ook de minister van Landbouw, Carola Schouten, naar Zeeland komen om met meerdere boeren over de droogte te praten. Maar na haar eerste gesprek werd het werkbezoek afgebroken. Want rond het erf van de tweede boerderij die ze zou bezoeken stonden 10 trekkers, auto's en wat busjes. Zo'n 30 boeren wilden de minister op deze manier dwingen om met hen te praten. Ze zijn boos over haar beleid. De politie vond de situatie te gevaarlijk en gaf Schouten het advies om te draaien en terug te keren naar Den Haag. Als het zo is dat het vanwege dit kleine protestje is, ja, dan zou ik dat wel heel zwak vinden. Ik vind het jammer dat ze zich zo makkelijk laat afstrikken voor een paar trekkers. Hoe dan ook, de minister kwam niet. Een gemiste kans, vindt boerenorganisatie ZLTO. Uiteindelijk schieten de mensen in hun eigen voet hiermee. Want we hadden de minister uitgenodigd om te laten zien wat het in het Zeeuwse betekent als we zoveel droogte hebben. En dan om te praten welke oplossingen wij in beeld hebben om daaraan te doen wat we de overheid bij nodig hebben. En dan is een bedrijfsbezoek het beste instrument daarvoor, want dan zie je het echt in de praktijk. De minister was ervoor toe bereid om hier naartoe te komen. Ja, en dat is nu dus afgeblazen door dat protest. Dus dat is zonde. Oud-gevangenisdirecteur Frans Douw heeft forse kritiek op het besluit om een justitieel complex naar Vlissingen te halen. Volgens hem is het volstrekt onnodig en levert het Zeeland weinig op. De eerste vraag is of Nederland een dergelijk justitieel complex nodig heeft. Het antwoord daarop is nee. We hebben in Nederland in de afgelopen 10 jaar ongeveer de helft van de gevangenissen gesloten. Na de golf van gijzelingen in de 90er jaren hebben we een EBI in Vught gebouwd en veel ervaring opgedaan. Namelijk dat het soms nodig is om iemand in een dergelijk extreem regime op te sluiten. Echter, de ervaring leert dat dat meestal slechts tijdelijk hoeft en dat die behoefte heel beperkt is. De EBI in Vught is nog nooit geheel bezet geweest en staat grotendeels leeg. Nee, een justitieel complex is niet een landsbelang en ook niet van de Zeeuwse bevolking. Het is het belang van landelijke politici die iets rechts proberen te zetten. En lokale politici met grote ambities. En die enkele Zeeuw die zo gevaarlijk is dat hij daar niet berecht en gedetineerd kan worden, kan prima naar Vught of de bunker in Amsterdam. Laat Zeeland Zeeland blijven. En kabinet, bedrijf politiek het belang van de Zeeuwen zelf. Luister naar ze en creëer oplossingen samen met de Zeeuwen. Frans Douw is bijna 30 jaar gevangenisdirecteur geweest van onder andere de Belmer Baaijes in Amsterdam. Douw vindt kleinschalige detentiehuizen beter geschikt voor de provincie. En Reskilled, een Europees netwerk dat zich inzet voor de hervorming van het detentiesysteem in Europa, ondersteunt dat. In de plannen van Wientjes lijkt het erop dat er opnieuw een vrij grote gevangenis gaat komen. Ik vind het een hele merkwaardige beslissing, omdat Vught zit niet vol. Zaanstad is net gebouwd, zit ook niet vol. En je wilt juist teruggaan naar een kleinere populatie in de gevangenissen. Dus de stap is gewoon heel merkwaardig. Wat zit er dan achter, denk je? Geen idee. Binnen de justitiële jeugdinrichtingen is er gezegd, oké, we willen gevangenissen sluiten en meer kleinschalige voorzieningen openen. Dan is het heel merkwaardig dat je een andere keuze maakt op het gebied van volwassenen. Volgens mij past dat concept van kleinschalige detentiehuizen, dat past hier veel beter. En het ministerie van Veiligheid en Justitie weerlegt de kritiek dat er een overschot zou zijn aan gevangeniscellen. Volgens het ministerie neemt de behoefte aan cellen juist toe. Zo heeft het de prognose over het aantal benodigde cellen in 2023 met 2000 naar boven bijgesteld. En er komt dit jaar toch definitief geen editie van muziekfestival Grieps in Grijpskerke. Het festival was vanwege de uitbraak van het coronavirus al uitgesteld van mei naar september. Maar ook die datum blijkt nu te vroeg te komen. 1,5 meter afstand houden is geen optie voor een muziekfestival met duizenden bezoekers, laat de organisatie weten. Het zou dit jaar de eerste editie van Grieps zijn na de gewelddadige overval, waarbij 500.000 euro werd gestolen.
Het was eigenlijk geen verrassing meer, maar Provinciale Staten hebben met een ruime meerderheid ingestemd met het compensatiepakket voor de gemiste marinierskazerne, ter waarde van 650 miljoen euro en 1000 banen. Met het instemmen is een einde gekomen aan een belangrijk hoofdstuk in deze langslepende kwestie. De stemmen zijn hoofdelijk uitgebracht en er zijn 7 stemmen tegen waarmee het voorstel is aangenomen. Er waren 29 statenleden voor en dus 7 tegen. Maar het instemmen ging niet van harte, zegt Ariane Laforte. Voor veel statenleden zitten er nog te veel zaken in het compensatiepakket die nog uit moeten worden onderhandeld, die dus nog onzeker zijn en die de vraag oproepen wat gaat er van het pakket uiteindelijk terechtkomen. En dan het belangrijkste onderdeel, die Law Delta, hè, met die zwaar beveiligde EBI-gevangenis. Ja, dat is toch iets wat niet veel partijen zien zitten, slecht voor het imago van Zeeland. En ja, heel ironisch is dat de staten hierachter in deze zaal zitten te vergaderen. Pal naast een attractie met de naam Prison Island. Dus hoe ironisch wil je het hebben? Alleen zo'n Prison Island, zo'n Alcatraz aan zee, dat wil niet iedereen. En vandaar dat sommige partijen vanochtend tegen het compensatiepakket stemden. Wij denken dat zo'n gevangenis niet het imago van Zeeland versterkt. Dus wij denken dat je echt harder in had moeten zetten op een ander pakket. En ons voorstel was dan ook: vraag aan de Zeeuwse kiezers, wat vindt u ervan? Laat ze uitspreken in een referendum. Bent u voor of tegen dit pakket? Want ook wij als staten konden alleen maar ja of nee stemmen. Nou, wij denken, laat de burgers dat zelf doen. Maar zo'n referendum, ook een voorstel daarvoor, heeft het niet gehaald, hè, vanochtend? Nee, dat heb ik ook begrepen. Er zijn fracties die zeggen dat dit te ingewikkeld is voor de kiezers. Wij denken dat de kiezers intelligent zijn, dat ze dit aankunnen en dat we deze vraag best aan onze kiezers zouden kunnen voorleggen. Maar snapt u die, ja, toch de vrees dat er te veel losse eindjes en te veel onzekerheden in het pakket zitten? Ja, we hebben met het kabinet tot het eind toe hierover gesproken. Van hoe kunnen we zo hard mogelijk maken dat wat we nu afspreken ook gebeurt. Nou, wat daarin bijzonder is, is dat we een aparte overeenkomst met het kabinet hebben gesloten. Waarin het kabinet ook aan boord blijft. Een aparte stuurgroep, 2 keer per jaar openbaar rapporteren. Niet alleen hier in Zeeland, maar ook aan de Tweede Kamer. Vervolgens ook afspraken maken over de coördinatie dat het gebeurt. Dus we hebben zodanige afspraken gemaakt dat we echt aan elkaar gehecht zijn de komende jaren, letterlijk en figuurlijk, hoop ik. Los van de kritiek zijn de meeste partijen tevreden en vinden sommigen het compensatiepakket zelfs beter dan de marinierskazerne. Nou, er zijn gisteren stukken openbaar geworden waaruit blijkt dat Zeeland eigenlijk maximaal 350 miljoen euro een schadeclaims had kunnen indienen bij het Rijk vanwege die gemiste marinierskazerne. Nou, in dat licht zou je zeggen dat een compensatiepakket van 650 miljoen euro, zeggen die statenleden, helemaal zo gek nog niet is. Als je zegt van wat is nou waar jullie heel erg trots op zijn, dat is het kenniscentrum water, energie en voeding. Ja, dan is Zeeland natuurlijk bij uitstek de regio waar dat hoort te zijn. Wij hebben het hier. Dus ik denk echt niet alleen nationaal, maar ook internationaal zal er naar ons gekeken worden. En meer over deze bijzondere statenvergadering die vanwege de coronamaatregelen niet in het Abdijcomplex, maar in de ruimere Studio A58 plaatsvond, vindt u op onze website omroepzeeland.nl en in onze app. En tot zover voor nu. Fijne avond en tot morgen.